het hier juist? En wij staan hier vandaag omdat het tijd is dat men hoort hoe dringend het is om in de zorg werk te maken van een federaal akkoord, een langdurig federaal akkoord. En wat moet er in dat federaal akkoord staan? Op nummer 1 jobs. Wij staan hier omdat wij eigenlijk ook eens willen herkend worden, een stukje in betere loonvoorwaarden. Jonge mensen en zo die op alle manieren op pensioen hebben wij veel minder dan de doodslee mensen. Waarom staat u hier vandaag juist? Waarom? Omdat hier heel veel jonge mensen bij zijn die had een heel slecht contract hebben, al is slecht. Een tijdelijk contract. En die mensen die willen allemaal uren bij. En we willen jobs in onze sector, want er zijn er veel te weinig. En we willen pensioen, en dan denk ik al mijn haar. Wij willen meer pensioen, sowieso, maar ook een aanvullend pensioen. Want hetgeen dat we nu hebben, dat trekt gewoon op niks. Ik kan misschien een pakje sigaretten kopen op 1 jaar tijd met hetgeen dat ik nu nog ga krijgen. Dat is veel te weinig. En ik wil dat de jonge mensen voor mij, ginder, allemaal 100 pakjes sigaretten kunnen kopen tegen dat ze op pensioen gaan. En een bakbier. Voor de gezondheid, hè? Dat is misschien niet goed voor de gezondheid, maar dat de mensen maar eens nadenken dat van boven, ons ministers, dat er hier heel veel mensen, heel veel opvoeders, moeite doen om de wachtlijsten weg te werken, sowieso. En wij krijgen geen respect genoeg. Ze houden blijkbaar niet van ons. Wij werken in het Centrum Integrale Gezinszorg en wij vangen meerderjarige moeders en minderjarige kindermoeders op in ons centrum. En wij krijgen maar een klein envelopje waar wij alles personeel en al de rest mee moeten betalen en dat is veel te weinig. Wij zijn hier vandaag omdat je dat kunt zien. Dus er zijn mensen die lang moeten wachten op hulp, daar zijn we veel te weinig. En vooral voor de jongeren is ons loon en onze arbeidsvoorwaarden nog niet zo heel erg goed. Dus er zijn niet heel veel jongeren die bij ons beginnen of blijven werken. Wat doet jij hier op deze betoging? 13e maand vragen, meer loon vragen, erkenning voor ons job. Ja, wij willen gewoon zekerheid en volk. Você não sabe, só acabe dizer que não vai.